Jongens, je hoort het al. FIFA is begonnen. We mogen met z'n allen FIFA 18 opnemen. We zijn hier in de zaal met 100 man. Dus het is ook echt zwaar druk. Dat betekent dat het is... Mark is er ook. Ja, Mark is er ook. Wij gaan dus nu packs openen. Of ik ga packs openen. Mark gaat iets anders doen. Je hoort het geschreeuw misschien op de achtergrond wel. Dat gaat nog niet stoppen om packs te openen. Je ziet hier ook mijn startersteam. Die is niet al te best. Net als ik jij. Heb hier... Ja, ben ik het niet mee eens. Mijn allerbeste speler is Danny Drinkwater. En ja, we hebben hier ook Danny Ings. Dus dat is heel erg genieten. Ik wil mijn team wat uitbreiden. Dus we gaan packs openen. En we hebben speciale packs. We hebben ultimate packs. We krijgen dus 125k pakketten om te openen. Dat zijn 30 spelers. Dan moet er dus wel een aantal goede tussen zitten. En ik heb 1.500.000 FIFA points. Dus dat moet op zich wel goed komen. Vergeet niet alvast de video te liken als je het niet gedaan hebt. En dan gaan we maar eens beginnen bij het eerste ultimate pack. Ik heb geen idee wat wildcards zijn en wat niet. We gaan beginnen met het eerste pack. Hij gaat openen. Wat krijgen we als allerbeste speler? Wat krijgen we? Ik ben heel benieuwd. Die emotion duurt best wel lang. We krijgen Italië. Center back. Chiellini. We krijgen Chiellini. We beginnen met Chiellini in 21 algemeen. Ik moet zeggen, duimpje. Ben ik het mee eens. Mark. Ik ben echt wel meteen like ziek goed begonnen. Like als je wil dat ik meer malcoats pack. Dat gaan we maar eens eventjes doen. We krijgen Veerman, Mustafi, Payet. Er zijn allemaal dus ratings die dus ook in game zitten. Want dit zijn ook de uiteindelijke ratings. Mark is tegelijkertijd met mij een video aan het opnemen. Ja. Dus we zijn door elkaar aan het praten. Maar dat moet alleen maar goed komen. Ja. We gaan beginnen bij het tweede pack. Ja, hoe hectisch het ook zijn. We gaan maar eens kijken wie we krijgen. We krijgen de Spaanse vlag. Betekent dat niet Benzema, maar we krijgen Carvajal. Dat is niet altijd best. Ik heb gehoord dat Benzema een walkout is, jongens. Ik heb gehoord dat Benzema een walkout is. Terwijl wij Tolisso krijgen en Wijnaldum. Mark krijgt maar even Asensio. Voor de rest, best prima spelers. En natuurlijk de 27 pace Mertensacker en Rooney. Dus ik kreeg best wel goede spelers. Ik wou zeggen, misschien moeten we oppassen met al die FIFA points. Maar ik heb er nog 1 miljoen. Dank u. We gaan door met de derde packie. En we gaan kijken of wij nog een goede gaan packen. Ik ben vooral benieuwd naar die nieuwe animations. Al die nieuwe walkouts, hoe ze er allemaal uitzien. We krijgen hier weer zo'n willekeurige zeldzame goudspeler. We krijgen nu een aanvallend mid. We krijgen Özil. Hoppa. Meestuut. 88. En ook weer een nieuwe walkout animation. We hebben dus een 39 gehad, een 88 en een buigje. Ik denk dat we de beste centerback van FIFA al gevonden hebben. Manolas zal het weer zijn. Weer 80 pace, 36 verdediging. Gundogan ziet er ook als een goede speler uit. Summer, Gabriel Jesus, redelijk upgrade. Geen 5 sterren skill moves meer, dat valt me wel op. Ik heb zo uit betrouwbare bronnen vernomen dat ik nu een wildcard ga packen. Ik ga nu een wildcard packen, ik weet het zeker. Oké, wie krijgen we nu? We krijgen nu Veerman. Veerman is dan wat minder, 34 algemeen. Het is niet één. Een walkout, hij komt niet achter het kaartje langs. Dus dat is wel jammer. Kostai wel nog steeds 5 sterren skill moves. Zit dan nu bij Juventus, dat is wel lekker. Voor de rest weer een aantal spelers die wel digitale kunnen zijn. Mangala bijvoorbeeld heeft wel nog maar 70 pace, wat best weinig is. Nou, die animatie vind ik dan best wel lang duren. Maar dat kan de spanning extra hoog houden. Ik krijg er weer. Ja, we krijgen, oké, krijgen we misschien Modric? Nee, we krijgen Rakitic. Oké, nou dat is alsnog prima. Hij heeft echt een heel erg realistisch uitziende fotootje. En voor de rest ook een mooi walkoutje. En hebben we weer een 37 rated gepakt. Gaat tot nu toe best lekker. Juro Matic dan. Balde Jou ziet er weer uit als een heel goede speler om mee te beginnen. High-low work rate. Chesney, Promes, 81 shooting trouwens, dat is helemaal niet mis, alsnog rechts midden. Meunier, redelijke stats. Davinson Sanchez zit hier nog steeds bij Ajax. Die is al officieel getransfereerd naar Tottenham, maar hier staat hij nog bij Ajax. Oké, alsnog helemaal geen misselijke stats. Maar we gaan gewoon vrolijk door. We hebben net al een paar goede gepakt. Krijgen wij nu dan weer een kans op een goede? Ik wil een icon packen, een legend, het maakt me allemaal niet uit. We krijgen uiteindelijk een Argentijn. Is dat de spits? Is dat Aguero? Het is Dybala! Nee, het is Higuain, 90 algemeen. Ik dacht echt dat Dybala was. Dat is Higuain van 90 algemeen. Hij doet daar een heerlijke slide. Worden we vrolijk van. Hij loopt nog eens achter elkaar door. En dan krijgen we een 90 algemeen speler wat helemaal niet mis is. We krijgen nu toch best wel wat geluk. Zie ik natuurlijk graag. En ik wil die icons packen. Ik wil die legendarische spelers hebben. Waar gaan we nu voor? Volgende pack. En het is geen icon. Nee, het is niet dat ik moet verwachten dat ik een icon ga packen. We krijgen hier wel een Belgische keeper van Chelsea. Dat betekent natuurlijk Thibaut Courtois, 39 algemeen. Heel erg prima. We zien me graag om zo'n goede spelers te packen. Ik wil dat wel vaker zien. Basie, ik heb Martial. Ik heb de beste speler van FIFA gepackt. Yes, met opje van zelfs vooruit. Ik hoorde dat je nu bij mij er nog een betere gaat packen. Ga ik nu nog een betere packen? Ja, ik hoor het hoor. Oké, we gaan het zien. Bas gaat nu. Mijn account doet het nog steeds. Hij moet weer zijn beeld hoor. Mensen, ik ga maar eens even een packje openen. Bas staat op de achtergrond. We gaan het zien. Wat gaan we nu packen met Bas op de achtergrond? Wordt het iets goeds? Bas, hij is niet goed. Het is namelijk een Duitser.
Ik krijg Neuer. Je krijgt Neuer. Oké, hij is best goed. Ik heb 92 alweer keeper. Kan je even een herhaling zetten? Is die goed? Neuer, dank u. 92 algemeen. Is echt sick hoor. Maar nu weet je gewoon niet wanneer iemand echt ziek goed is. Dat is wel een verschil. Neuer en Godin. 92 en 88 algemeen. Dat is wel echt ziek hoor. Forsberg is nu een aanvallend mid. Mbappé, ook heel decent stats. Moet nu wel weer getransfereerd worden naar Paris Saint-Germain. 4-sterren skills, 4-sterren week goed. Ziet eruit als echt een zieke kaart die waarschijnlijk heel duur gaat worden aan het begin van FIFA. Nu is de echte vraag, gaat die icon nog komen? Gaat die enige echte icon nog komen? Ja, ik zie het niet gebeuren. We krijgen een belling. Ja, spits. Het is Lukaku. Romelu. Ja, dat is schattig natuurlijk. Ik pak hier iets beters. Hetzelfde. Ik vind het wel te goed. 26 al gemeen. Het is een beetje raar, maar... Kom op. Wolko Benzema. We hebben hem. Het kost me maar een paar packs. Maar ik heb hem gepakt. Wolko Benzema. Je gaat het zien als ik hem een keer apart pak. Het is een walkout. We hebben hier een jaar op zitten wachten, maar hij is een walkout hoor. Nou, laat het horen. Een man wil een icon. Laat het horen. Een man wil een icon. I just want an icon. Het is een zeldzame gouden speler. Dat zien we niet zo graag. In Duitsland krijgen we dan weer. Nee, dat krijg je niet nooit. Dan krijg je plaats van Müller. Ook helemaal niet mis. 86 algemeen. Oké, nou, wat gaat het worden? Een Duitser. Weer Neuer. Nee, we krijgen... Skodran Mustafi. Nou, kom op, laat het iets goed zijn. Daar gebeurt iets fucking. Een Fransman. Krijg je Jori dan, denk ik. Ja, Jori, dank u. Dat zien we graag. Jori. Oh, daar komt hij aan. Hey, Jori, dank u. Nou, kom op, laat het goede zijn. Er is hier al een Maradona gepakt en heel veel andere icons. Maar ik heb er nog steeds geen gepakt. Kom op, laat het goede zijn. Nee, we krijgen weer een random gouden. Of is het Messi trouwens? Dat kan ook wel. Nee, we krijgen Mauro Icardi. Kom op, laat het goede zijn. Laat het goede zijn. Oh, een gouden. Wat is het dan? Een Pools is het dan? Nee, het is Gleek. Ik dacht even voor een seconde. Misschien is het Lewandowski. Maar het is helaas 25 Gleek. Ik ga nu door dat ik 900.000 punten over heb. Dus ik ga 100.000 FIFA points uitgeven. Dus we hebben nog 50.000 te gaan. Hopelijk nog een goede pack. Zal wel lekker zijn. Ik heb natuurlijk al 92 Neuer en alles. Dus ik heb al een heleboel goede spelers gepakt. Maar ik wil natuurlijk die icon hebben. Messi, Ronaldo. Het maakt me allemaal niet uit. We krijgen hierbij weer Özil. Nou ja, 88 algemeen. Laat het een goede zijn. Kom op. Oh, ja. Wie gaat het worden? Oblaki? Oblak is op zich ook wel lekker. Ja, daar word ik wel vrolijk van. Dank u, Jan Oblak. Hey, dat had ik al gemerkt. Als ik nou een Messi of een Ronaldo pack, zou het wel echt enorm ziek zijn. Ik ga er niet van uit. Hij is wel een aantal keer gepakt vandaag. Maar ik heb net al 92 al meegepakt. Ik pack nu gewoon twee keer dezelfde speler achter elkaar. Ik pack Edin zeker opnieuw. Wat is dit? Oké, Argentijnse vlag. Kom op, wie wordt het? Kerf. Dat betekent dan maar één persoon. En dat is Paulo Dybala. Ik ben favoriete speler van FIFA 17. We krijgen nu heel zieke stats. 26 pace, 25 shooting en dungeon des doods. En dan heeft hij nog eens 1 in de dribbling. Wat een speler. Die ga ik ongetwijfeld gebruiken wanneer ik de coins voor heb. Jamie Vardy ziet er zeker uit als een goede speler om mee te beginnen. 81 algemeen. Ik altijd 91 pace, 79 shooting. Zeker iemand om te onthouden. Ik sta al een tijdje droog qua goede spelers. Dan de goede speler die niet gepakt heb. Kijken of dit het verschil kan maken. Argentijns. Oh, we krijgen weer. Nee, we krijgen Gomez. Oké, dat is alsnog prima. 34 algemeen. We krijgen opnieuw Dybala. We krijgen in plaats daarvan Gomez. Maar ik wil die echt high-rated spelers nu hebben. Wie wil dit dan? Laat de goede zijn. Kom op. We krijgen hopelijk die vlag die we willen zien. We krijgen de Spaanse vlag. Dat betekent Jordi Alba dan. Dat was een walkout. In de vorige FIFA is hij het nog steeds. Het is weer een walkout. Hij heeft niet meer zijn eigen animation. Dus niet heel spectaculair of zo. Maar goed, lijkt op wel een prima linksback. Kom op, ik wil die Portugese vlag een keer zien. We krijgen nu de Spaanse vlag. Dit betekent Isco dan. We krijgen uiteindelijk Asensio. Ook helemaal geen slechte speler. Hit een flinke pace upgrade. Kregen 78 pace dan nu. 3 stats van ongeveer 180 en dan 33 dribbling ook nog. Dus dat is allemaal wel heel prima. Voor de rest ook Dembele. Die vind ik wel chill. Hij moet alleen naar Barcelona. Hier heeft hij nog een kaart bij Borussia Dortmund. Maar hij heeft nog heel decent stats. Dus dat kan wel een goede speler worden. Franse vlag, Pogba. We krijgen Payet. Nou, ook prima. 34 algemeen. Maar ik wilde Pogba hebben. Die zou echt ziek zijn. Oké, dat is de laatste pack. Dan Spanjaard. We krijgen uiteindelijk ook de Gea als laatste pack. Dat is helemaal prima. 90 algemeen als afsluiter. Een flinke walkout. Vuur achterin. Heel veel vuurwerk. Hij doet een paar debbies. En dat is dan waarmee we uiteindelijk deze pack opening gaan afsluiten. Maar het wordt bij lange na niet de laatste video van FIFA 18 Ultimate Team.
Ik ga ook heel veel video's maken, squadbuilders, noem het maar op. Ik ga het allemaal doen. Jullie zien het vanzelf wanneer de video's online komen. Ik wil heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet de video te liken als je het gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Later.